Dit is Ranatori, welkom erbij. In deze aflevering praten we met Ruben Del Prado, de voorzitter van 597 Netwerken. En we zullen het hebben over het plan van deze partij voor de periode 2025-2030. Dit plan stelt een unieke benadering voor om de toekomst van ons land te verbeteren. Ruben zal toelichten hoe de werkwijze van hun partij volledig verschilt van die van andere politieke partijen, met een nadruk op innovatie en een sterke visuele presentatie van het plan. Laten we ontdekken wat dit plan inhoudt. Ruben, welkom in het programma. Welkom thuis bij mij, Nathaniel en crew. Wat houdt dit plan in van 597 Netwerken voor de periode 2025-2030? Dit plan is eigenlijk ontstaan de dag voor de verkiezingen van 2020. Dit is het logo dat gemaakt is door onze geweldige Surinaamse kunstenaar. En af 597 Netwerken is gegeven op de dag voor de verkiezingen, 24 mei 2020. Het zijn de kleuren van de vlag van Suriname. En 597 is het nummer dat je moet kiezen om je te verbinden met Suriname. En daar gaat het plan dus over. Het plan gaat over verbindingen. Het zijn verbindingen die mensen leggen tussen elkaar. En daar gaat het plan dus ook over. Het plan begint met de woorden asari. En je zou toch asari kan twee dingen betekenen in Stranaton. Asari, het is zielig. Azari betekent ook, het is genoeg, Akba. Het plan, heb ik het al gezegd, Nathalie, dat is eenvoudig. Het is trouwens het enige plan van een politieke partij in Suriname. Het enige plan. Die anderen zijn allemaal sprookjes, loze beloftes, dingen die ze gaan doen en al die geweldige dingen die ze gaan oplossen. Hierin staat geen enkele oplossing. Hierin staat wat er gedaan is moet worden. En daarin verschilt ons plan zich direct van elk ander plan, als die ooit eens komen. Want ze zijn er niet. Ze zijn allemaal blub, blub 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 verhaaltjes. Ik heb een paar hierin, een paar hele oude. Er is één in van een vrij recente nieuwe politieke partij, maar dat lijkt meer uit een pagina, uit een, een gebedenboek. afen kijk hoe eenvoudig het is. Drie pijlers. Drie pijlers. Door goed bestuur kunnen wij ons natuurlijk kapitaal omzetten in menselijk kapitaal? En menselijk kapitaal is de kern van dit plan. De kern van dit plan zijn mensen. Wij zeggen: wil je het anders in Suriname? Kom het doen. Ons plan is geen ding wat we gaan doen. Ons plan is een uitnodiging om het te komen doen. En het is dus in dit programma. De eerste keer dat ik uitnodig. Ik ga blijven uitnodigen. En 597 netwerken heeft ook een benadering van uh, eigenlijk netwerken, het netwerken. Um, waarom heeft uh, de partij voor deze benadering gekozen? Weet je, ik ben lang weg geweest uit Suriname. Ik ben twintig jaar in Suriname geweest. Ik heb Suriname wel gevolgd hoor. Constant gevolgd. Dus ik heb gezien wat er gebeurde. Maar als je niet ter plekke bent, als je niet hier bent, dan zijn er toch dingen die veranderen. Pas wanneer je er bent, te idee naar minder, minder en smal minder, dan je ziet, van een konjenchi. Het belangrijkste verschil, het allerbelangrijkste verschil, is dat in Suriname mensen bijna niet meer van elkaar houden. Al lobino demoro lek van abe de Mensen zijn heel erg achterdochtig. Dat van gezonde concurrentie, van jij doet iets, ik doe iets, we doen het samen, we gaan samen proberen dingen samen te zetten, maar dat bestaat niet meer. We hebben een nieuwe slogan, is het bijna ons nieuwe volkslied van Suriname? Het volkslied van Suriname, de eerste regels nu zijn: If mi no kan, yo no mag ook toe. Als wie is no kan doen Al kan ik het niet. Jij mag het niet doen. En door te netwerken doen we precies het tegenovergestelde. Dwars door etniciteit, door geografie, wie je ook bent, waar je ook bent, politieke kleur, welke vlag je hebt. Dwars daardoorheen gaan we mensen bij elkaar brengen, net zoals 597 voorop staat als je je wil verbinden met ons land. Het is een partij van verbindingen. En de basis. De leidraad, zoals andere politieken dat noemen in hun politiek manifest bijvoorbeeld, wat hun leidraad is, is, onze leidraad zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. En aan de hand van deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen hebben wij deze negen resultaten gekozen, die je nu in beeld ziet. En je ziet de relatie tussen onze negen resultaten en de SDGs. Je ziet de relatie. Wanneer deze negen resultaten bereikt zijn, dan zal Suriname een land zijn waarbij de corruptie of verminderd is of weg is. En het zal weer welvarend zijn en leefbaar. En een land zijn dat gezond is en waar mensen kansrijk zijn en gezond. Negen resultaten voor Suriname die essentieel zijn, dat we weer kunnen zeggen: ik ben van een land waar ik mijn medelandgenoten en de wereld weer trots op kan zijn. Dat is eigenlijk het meest pijnlijke voor mij en de mensen van 597 netwerken, dat we niet meer. Rots kunnen zijn. Zoveel dingen zijn er. We hebben be beleidsmakers die zichzelf machthebbers noemen. We zitten in het machtscentrum. Uh, uh, hoe, hoe doet de regering het? Ze regeren. Ze regeren. Ze zijn geen ge beleidsmakers en beleidsuitvoerders. Ze regeren. En het jammerlijke is dat de mens niet centraal staat. Libisma, no de amindri. Dat de politiek-partijelijk van Maastra Hans Brieveld en Taki de Oude Traditionele politieke cultuur, partijpolitiek heeft dit land gebracht waar we vandaag zijn. Forifori, fori, Jaris, uh, ontmoetingscentra, uh, uh, op bezoek bij de mensen, erf langs erf met beloftes. Naarmate we dichterbij meekomen gaan ze ook nog met dingen gaan, met pakketten gaan. Dat is de oude Surinaamse politiek. Vraag ze wat hun plan is, hoe gaan ze het doen? Drie pijlers. Door goed bestuur, ons natuurlijk kapitaal, zoals goud, dat nu verdwijnt en gestolen wordt. Waarbij zelfs voorzitters van jonge, nieuwe politieke partijen worden geïmpliceerd. Dat ze medeschuldig zijn aan de goudcorruptie. We wisten het al van een heleboel. Dat er steeds meer namen bijkomen. Ons goud, dat van ons is. Elke boom die weggaat, is onze boom. ze? Nou, Hebben die opleggers gezien met die grote. Grote boomstammen, waar gaan ze? Ruw materiaal. We hadden vroeger fabrieken. Ze maakten triplex. Ze maakten hout. Ze maakten huizen. Wat exporteren we? Dat gestolen wordt, dat weggaat. Ons rondhout. De mooiste hout. De sterkste hout. De duurste hout. Van ons, van jou en van mij. Dat moet ophouden. Er is geen controle over. We hebben drie pijlers. Goed bestuur, natuurlijk kapitaal, ons hout, ons goud en binnenkort onze olie. Menselijk kapitaal. Weet je hoeveel talen er in Suriname worden gesproken? Zeventien. Weet je hoeveel landen om ons heen de culturen hebben die wij hebben? Wij zijn de enige die al deze culturen... De enige op het hele continent in het hele Caribisch gebied hoe wij hier ook samen kwamen aan zijn grond zijn wij verpand ja wij ook onder dat, dat is het verpanden niet dat verpand wat bedoeld wordt in ons volkslied dit plan zegt niet alleen wat gedaan moet worden het zegt ook hoe het gedaan moet worden en mijn oproep is Waar zijn die mensen? Waar zijn die mensen om het te komen doen? Isabi, negen mensen. We hebben nu negen mensen nodig. Negen onbaatzuchtige mensen. Surinamers. Want deze mensen moeten de Surinaamse nationaliteit hebben en ze moeten ingezeten zijn van dit land. Negen. Wie zijn die negen mensen? Waar zijn ze? En hoe zal 597 netwerken uh, mensen vanuit elke laag binnen onze samenleving betrekken uh, bij dit plan? De betrokkenheid heeft te maken met het feit dat iedereen die ik nu oproep deelgenoot moet zijn van elke laag van de samenleving. Deze boodschap is niet alleen maar voor de elite of voor de mensen met een universitaire opleiding. Alla Libisma, man, alastra Alastrana Uma. Dan alasuma Allah zomaar naar minderen. Met kaarten noo-noo. Om te Want hoe ba samus psa. kan bij moro sa u gewend afesi. afwisselen. Want. kon Veiligheid. Gezondheid. primair Veiligheid. Gezondheid. En welvaart. Je moet kunnen kopen. Alas ja, je moet dat praten aan een elite partij, maar ik kan ook niet. We weten precies. We weten precies wat er mis is. Wat er mis is, Nathaniel, is één ding. Voor het politiek leiderschap staat jij, wie je ook bent, of waar je ook bent, staat niet centraal. Wat nu centraal gaat staan is, stem op ons. De man kari. Plotseling, plotseling, de man kan je de man kan je datra, de man kan je gezondheid, de man kan je veiligheid. Maar door mijn vini, door mijn vini, we zoeken jouw sting. Om jouw stem te zoeken. Plotseling, ik de vini. En dat moet ophouden. Wij willen jou niet vinden voor stemmen. Rond de verkiezingen en op de verkiezingsdag we willen je vinden om jou een veilige omgeving te geven, om jou kansen te geven. Kijk naar die negen resultaten. Kijk opnieuw naar die negen resultaten. Op zich zal je ze zien. Dit zijn die negen resultaten. Welvaart, leefbaar, gezond, een kansrijk Suriname, een kundig Suriname. Dat ik scoren, Want Ise mo magas koro. Adres ma in asamblea den tek chis koro. Quan tuv den tek pufus koro. Ma luku sa de tu junu. Teme luku de ena ne shen. koskosi niemand nimmt de tijd om te kijken naar de noden van het volk Komt dwars door politiek, coalitie, oppositie, buitenparlementair. Hoe gaan wij dit oplossen en wat zijn de resultaten en wie gaat het doen en hoe gaan we het samen doen? Maar nee, deze regering heeft weer mensen buiten gezet. Net zoals de vorige regering en net als de regering daarvoor. Want wanneer een nieuwe politieke coalitie komt, dan zijn er nieuwe beleidsinzichten en dan gaan de goede mensen naar huis. Waar is Donja. Vele honderden mensen zijn naar huis gestuurd. Nee, vakgebied Publieke Gezondheidszorg. Hoeveel Public Health experts zijn er op het ministerie van Gezondheidszorg? Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van San Heeft u een onderwerp te belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. San snel, scherp, altijd bij de tijd. thank <laughs> you